staan aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs. Daar is rond 3:30 vanmiddag een melding binnengekomen van brand. Die brand is ontstaan in een schuur die tegen een woning aanstaat. Bij die brand die nog steeds gaande is, komt veel rook vrij. Dus onze oproep is ook blijf uit de rook, sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit. En de brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen. We doen onderzoek naar de oorzaak van die brand. De politie heeft ook 2 mannen aangehouden. Er is ook vermoeden van brandstichting. Dus dat onderzoek gaat dus uitwijzen wat de rol is van deze 2 mannen bij die brand. En of er inderdaad sprake is van brandstichting.